Maar Jan, als zwanen zo sterk en territoriaal zijn, hè, waarom denken wij dan altijd aan de liefde en romantiek bij ze? Nou, weet je, ik ga jullie dat laten zien. Ik neem jullie mee naar de zwanendisco. Zwanendisco? Zwanenvisser! Wow! Jullie zijn helemaal omgekleed. Jazeker! Voor een feestje? Zwanenvisser! Oké, dus dit is de zwanendisco. Woe! Toch? Ja, dit is de plek waar de jonge zwanen uitgaan om elkaar te versieren. Hoe flirten ze dan met elkaar? Ze doen een soort dansje met elkaar. Kopjes zo heel mooi naar elkaar toe, een beetje teasen, een beetje verleiden. Ja. Elkaar versieren. Zo. Oh, nee. Ja, ik wil heel graag met je dansen, maar nee, niet op die manier. Maar toch ook wel, want je doet het wel heel goed. Kijken ook heel goed naar elkaars uiterlijk. Dan kijken ze met name naar hoe groot is de knobbel die hij op zijn snavel heeft. Want die knobbel die zegt iets over hoe oud je bent en hoe sterk je bent. En als ze dan helemaal een partner hebben gevonden? Nou, dan gaan ze op zoek naar een leefgebied, een territorium, waar ze een nest kunnen bouwen, waar ze voldoende eten kunnen vinden om hun kleintjes groot te brengen. En dat hele proces dat kan wel een aantal jaren duren. Jaren duren? Ja. Nou, dan moeten wij dit feestje hier een beetje op gang helpen. Zeker weten. Jongens, kom dan, party. Zwanenparty. Come on. Kom dan. Gewoon een beetje. Kom dan. Goed zo. Woe. Naar het zoenhoekje. Ah, ik vind het vast wel goed bij de zwaantjes, hè? Kom maar, zwaantjes. Neem op jou. Proost, zo romantisch. Ja. Ja, ik dacht ik. Pak even uit, ik verwen je een beetje. Wil je me wat vragen? Zwanen staan echt symbool voor de liefde. Maar is het dan echt zo dat ze hun leven lang bij dezelfde partner blijven en dat ze ook monogaam zijn? Ja, in principe zijn ze monogaam, maar echtscheidingen komen wel ook voor. Oh. Zwanen, echtscheidingen. Maar klopt dat beeld dan eigenlijk wel dat we hebben van de zwaan als trouw en een liefdessymbool? Ja, absoluut. Zwanen zijn veel trouwer dan mensen bijvoorbeeld. Ze horen echt bij de meest trouwe diersoorten in de wereld. Mm. En zwanenparen zijn echt heel langdurig, tot soms wel 20 jaar aan toe. Ik begin die zwanen echt steeds beter te begrijpen.